Ik ben Bert Vibbe. Ik ben advocaat in Rotterdam, vooral op het gebied van het strafrecht, economisch en ondernemingsstrafrecht. En ik ben lid van de Algemene Raad. Het dilemma dat ik zou willen voorleggen is als volgt. Ik heb een cliënte en dat is een onderneming met vestigingen in een groot aantal landen. In één van die landen, hier ver vandaan, heeft die onderneming een hele grote fabriek. Nu zijn er ambtenaren gekomen in dat verre land, hoge ambtenaren, die dicht bij de president zitten. En die hebben gevraagd om forse geldbedragen over te maken naar een subtropisch belastingparadijs. Als dat niet gebeurt, zal de export vanuit die fabriek buitengewoon moeilijk worden, als die überhaupt kan doorgaan. Alle formaliteiten zullen veel tijd vergen en hoeveel tijd, dat is niet te zeggen. Die cliënte vraagt advies. Wat moet ik adviseren? Ik zou kunnen adviseren, dat is de eerste mogelijkheid. Neem geen risico, zet niet de werkgelegenheid van al die mensen op het spel die daar in die fabriek werken en betaal maar gewoon. Niemand die het zal merken als je dat een beetje handig inkleedt. De tweede mogelijkheid is dat ik adviseer om in het betreffende land aangifte te doen van strafbare feiten, poging tot afpersing, poging om iemand over te halen tot corruptie, dus uitlokking van corruptie of iets dergelijks. Een derde mogelijkheid is dat ik adviseer om niet te betalen, want betaling zou een strafbaar feit opleveren, namelijk omkoping van ambtenaren. En de laatste mogelijkheid is, doet u aangifte in Nederland van de strafbare feiten waarmee u geconfronteerd bent.